Kijk, ben, denk nog een keer wat sausjesjes af, hè? Allee, meneer Boom, het staat hier nog vol. Niemand heeft al iets gegeten. De appetijt zal wel komen. Ja, appetijt genoeg. Maar niet voor uw sausjesen. Het is Balthazar. Problemen met uw worst? Hela grootjans met uw kleintje. De boba-worst verovert stilaan de whole wide world. Ja. Gelijk als een voetbalploeske. Heel stilletjes aan. Ja, Lukske, mijn worst verkoopt nog altijd beter dan de nieuwe. Maar dat is al jaren zo. Dat komt alleen maar omdat jij nog altijd bij het leger mocht leveren. Ah, daar praat u me daar, ik niet, hè? Ah, zijt je overgeschakeld op vis? Nee, Kermenneke. Nee, ik maak nog altijd worsten. Oh. Maar zijn de worst niet naar vis? Als jullie copain bij het leger, hè, van de zuipen, zijn eigen doordringt, dan is het voor u ook gedaan met leveren daar. Gij bent de bedloze. Gij kunt niet tegen u verlies. Jawel, natuurlijk. Dat moet wel met zo'n ploeg gelijk de kampioenen. Trouwens, zondag, hè, gaan we ze nog eens goed afdrogen zien. Ah ja, dat is juist. Zondag spelen wij tegen uw vlutjesploeg. De kampioenen hebben al altijd verloren van de schelkens, hè. De schelkens. Die kappen wij in stukjes. Dat is ook niet moeilijk, hè, met zo'n onnozele naam. En de kampioenen dan? Wat voor een naam is dat voor een ploeg die altijd verliest? Altijd mijn gedacht. Uw ploeg is caduc, Jean-Luc. En zondag gaan wij winnen. Dat doen we kiek op wedden. Ah, wel ja. Akkoord. Winnen we? Voor wat? Als de kampioenen winnen, hè, dan betaal ik 3 maanden uw rekening in de pussycat. Oh. Ah. Zijn er u zeker dat ik ben? Ja. Oh, d'accord. En als we verliezen, dan betaal ik 3 maanden uw rekening. En? De verliezer mag 3 maanden niet in de pussycat binnenkomen. Oh. 3 maanden niet. Maar ben je op hol, dat kan. Zal toch gewoon niet nodig zijn. Je ziet hoe zeker dat ik ben, hè. Zijn er zo zeker, Balthazar? Ja, in ieder geval, je kunt altijd hier terug. Zeg, aan de thuis, hè. Of ik zal eens iets anders in schelken stijlen. Xavier, zet dat eens af. Ik kan niks niet meer horen. Ja, maar Sjoke, stofzuigen zonder lawaai, dat gaat niet, hè. Doe dan iets anders, hè? Ik ben mijn muziekjes aan het programmeren. Ja, is dat nog altijd niet gelukt? Dat komt wel, hè. Allee, vooruit, ga jij nu maar het stof afdoen. Echt, je bent al bezig van gisterenavond. Dat is wel ingewikkeld, hè. Oh, dat is het allernieuwste model. En binnen 2 maanden het alleroudste model. Oh, je bent gewoon jaloers omdat jij er geen in hebt. Och, zoeken, ik heb dat niet nodig. Nee, maar het zou anders wel gemakkelijk zijn. Dan moet ik u niet iedere keer komen halen als je in het café zit. Je kunt toch ook gewoon bellen naar het café? Ja, en dan Pascal denken dat je onder de sloef ligt, zeker. Allee, waarom zou ze dat denken? Oh. Zeg maar, waarvoor heb jij dat ding eigenlijk nodig? Omdat ik een zakenvrouw ben, hè? Ja, ik heb dat nodig voor in mijn zaak. Voor de frituur. Je moet daar niet mee lachen, nee? Allee, wat als de patatten op zijn? Ah ja, dan moet jij er toch niet kunnen bestellen. Wie? Ik? Ja, wie anders? Jij staat toch in de frituur? Jammer. Allee, voor en doe nu maar verder, want zelfs komt er nog te laat om de frituur open te doen. Hoe moet ik dat vandaag ook nog doen? Ja, ik heb wel gisterenavond laat moeten werken bij Boma, hè. En vanmorgen ook al. Oh, en ik heb de nacht gedaan. Zie, en daarbij, het is wel uw frituur, hè. Ja, maar ik ben wel de bazine, hè. En de bazine, die werkt toch niet, hè. En daarbij, je moet niet klagen, hè. Je mocht blij zijn dat ik niemand anders neem. Oh, je moest eens weten wat dat zou kosten. Allee, doe nu maar verder, hè. Ja! Nee, doe zo nozel, je doet mij verschieten. Ja, het is iets met de rug. Er is iets met
ben er niet geschoten. Ik raak niet meer recht. Oh. Dat doet precies serieus, heer. Ja, dat hadden we. Maar dat is een ramp. De ring was niet om mee te lachen, hè. Nee, wie gaat er dan de frituur open doen? Ja, wie? Ja. Je moet gewoon van tactiek veranderen. Meer spelers in de spits, minder op dat middenveld. Wat weet jij nu van voetbal? Meer dan dat je denkt. En de libero, daar moet je hebben. Wat is dat? Een nieuw merk van Duits. Wacht er maar mee, madame Pascal. Maar ik ben vroeger wel een hele goede voetballer geweest. Zou dat ook zeggen? Bolleke, ik heb alles gedaan, hè. Speech, middenvelder, bak. Wat, ik ben zelfs ingesprongen voor de keeper, hè. Zeg, bal, dat zijn jij ook nog geweest, hè. En dan hebben ze buiten geschot. Het is goed. Als je geen gebruik wilt maken van mijn expertise, ja. Kroei er nog maar wat verder, hè. Zeg, en wanneer gaat jij je expertise eens aanwenden om mijn koffiemachine te repareren? Fernand, hoe lang belooft je dat nu al? Ja, binnenkort, madame Pascal, beloofd, ja. Ik zeg het de mannetjes, als jij wilt blijven verliezen, doe maar verder. Verliezen, voilà. We mogen niet verliezen. Ja, maar ik ben Paul juist een paar goede tips aan het geven, zie. Jij? Het is niet omdat je de kop hebt gelijk de bal. Dat je verstand hebt van voetbal. Kom, je zit op mijn stoel. Meneer Bouwman, ik ben vroeger wel een hele goede voetballer geweest. Hè? Ja, ik had prof kunnen worden, maar ja, dat ben ik. Ja, ja, steek het maar op een ander. Paul, zondag moeten we winnen, hè. Voorzitter, ik wou dat wij elke zondag wonnen. Zeg, maar ik moet roeien met de riemen die ik heb, hè. Je moet weer niet over dat roeien beginnen, hè. Zeg, ik heb het over voetbal. Ja, maar als we zondag verliezen, is het een catastrofe. Ja, voorzitter, zeg, wat is er dan ineens zo belangrijk? Is dit belangrijk? Ja, ja. Nee, ik ben het gewoon beu om geld te stoppen in een bendeloze. Voilà. Zondag niet winnen is Fini de kampioen. In dat geval, ja mannen, kom, dan beginnen wij direct te trainen. Hè. Zeg, kom. Hier ze, kabouter plop. Xavier, slaag gekregen van Carmen? Zal gaan zeker, tante Nonneke. Carmen, alstublieft, hè. Stop nu een keer met mijn tante Nonneke te noemen. Ik ben dat beu. Ja, wat heb je dan liever, moederoverste? Xavier, wat scheelt er? Zeg, de dokter denkt dat het lumbago is. Och, arme Carmen zeker. Nu zal ik misschien toch nog zelf frieten moeten bakken. Pascalke, weet jij waar Markskin is? Misschien kan hij... Nee, Carmen, Mark en Bieke die zijn aan zee. Die komen vanavond pas laat thuis. Dat zal ik toch nog zelf moeten... Duurtje, kunt jij mij niet helpen? Nee, Carmen, sorry. Nonnen bakken geen frieten. Maar dat is een ramp. Ramp, dat is een catastrofe bij gedacht. Zeg, Xavier, gaat jij terug in orde zijn voor de match? Ja, maar anders moeten wij voor zondag toch een andere keeper zoeken. Ja, Xavier, met zo'n zere rug kunt jij toch niet voetballen? Ja. Bon, dan niet, hè. Paul, ik ben er klaar voor, hè. Nu ga eens pas eens, hè. Ik leef er niet verder. Paul, dan zitten wij zondag zonder keeper, hè. Ja. Sorry, hè, voorzitter. Ja, maar dat is een ramp. Ramp? Een catastrofe bij je dag. Daar zit niks in. Mark, heb je dat nu toch open gedaan? Dat is een souvenir. Het is niet de bedoeling dat je dat open doet. Dan heeft het toch geen zin om het zeelucht in te stoppen? Dat is een gadget. Een souvenir van de zee. Een blik zeelucht. Wie koopt er nu een blik dat je niet mocht open doen? Ja, jij? Ja. Oh, hey, Ike. Markske.
Je moet mij helpen. Oei, wat is er gebeurd? Oh, een ramp. Een catastrofe. Oh, Xavier heeft lumbago. En u kan hem de frituur niet open doen. Ja, en jij dan? Ja, ik ben wel de bazin, hè. Ik moet alles superiseren. Superviseren. Ah, maar ja, dat ook nog. Je ziet, ik heb mijn handen vol, hè. Ja, en nu heb jij hulp nodig. Oh, ja. Jij wilt toch niet dat... Oh. Carmen, nee, sorry, hè, maar ik ga geen frieten voor u bakken, hè. Ja, maar jij niet, hè, Bieke. Markske. Wat? Oh, maar ja, die heeft toch niks te doen. Frieten bakken, ik... Oh, tof. Nee, sorry, Carmen. Mark die gaat niet in uw frietkot werken. Ja, maar hij moet. Ik heb niemand anders. Nee, Carmen, vergeet het. Maar nu, Bieke, dat zou ik dus echt graag doen, hè? Maar allee, dat is toch niks voor u? Zo hele dagen in die stank gaan staan en... Oh, maar dat vind ik niet erg. En trouwens, in café stinken toch ook? Oh, ja. En je hebt dat nog nooit gedaan? Oh, maar dat gaat vanzelf, hè. Je moet daar niks voor kunnen. Ah, ja. Zelfs de Xavier kan het. Ja. Mark, ik weet het toch niet, hoor. Dat... Oh, Bieken, alsjeblieft. Dat is een noodgeval. Of wilde jij dat ik failliet ga? Wilde jij dat echt heel graag doen? Ja. Allee, het is goed. Oh. Ja, maar voor één keer, hè. Oh. Carmen, we gaan daar geen gewoonte van maken. Nee, Piek. Oh, merci. Je bent een schatje. Ja. Oh. Markske, om 5 uur in de frituur, hè. 5 uur, ja. Oh, zeg. En geen een minuut later, hè. Oh, oh nee, tegen uw personeel kun je niet streng genoeg zijn, hè. Oh. Frietenbakken. Hoi. Voilà, Xavier. Dank u, Dingske. Xavier, Kaat. Dank u, Kaatje. Allee, heb je anders nog iets nodig? Oh, ik zal het wel laten weten als ik iets nodig heb. Dat is het schoon leven, nou, nu heb je het wel gevonden, hè? Hola, Paul. Hola. Ik zou veel liever daar staan. In mijn oude vertrouwde doel. Ah ja, dit is overmacht. Dan wordt het straks op het veld ook. Ik hoop dat uw vervanger er iets van bakt. Hè. Balthazar, zijn je van hobby veranderd? Groot jas met uw kleintje. Je zult niet lang niet meer lachen bij gedacht. Je denkt toch niet dat je met dat bejaarde ploesje van u gaat kunnen winnen van mijn jongens? Kom bij Jimmy. Boma Borst. Het kostuum staat u goed, voorzitter. Je zou het beter zelf aantrekken, carottier. Zoals ik ziet je er ook niet uit. Hey, Xavier, moet ik een dokter bellen? Nee, Paul. Ik heb mijn eigen pijnstiller. Amai, zeg, die schelkes die drinken er ook niet naast. Xavier anders ook niet. Allee, zeer, heb je hem weer. Xavier? Ja, altijd als hij een pintje wil, stuurt hij mij een sms'je. Oh. Allee, zie. Als het belletje belt, breng dan een pintje naar het veld. Merci. Dingske. Och, laat hem maar doen. Ja, maar Kaatje mag de hele tijd op en aflopen, hè? Voor die ene keer dat hij Carmen te slim had. Hè. Kaatje, jij hebt nog veel te leren. Xavier heeft geen lumbago. Hij doet maar alsof omdat hij niet in de frituur zou moeten staan. Oh ja? En hoe weet jij dat dan? Oh, maar ik ken Xavier al langer dan vandaag. Zeg, bedoelt jij dat hij al de hele tijd comedie aan het spelen is, of wat? Goed. De profiteur. Wie is dat nu weer? Xavier. Om te vragen of dat niet wat rapper kan. Wacht maar, ik zal hem eens hebben. Mooi, leven is mooi. Tararararara. Voilà. Pas op voor uw rug, hè. Xavierke. Dank je, Dingske.
kaat. En een mooi, kom maar! Mooi, hier! Allee, schat het kaks! Ja, pas op, meneer Boma! Meneer Boma! Hoek verklaar! Ja, ja. Hoe is dat nu mogelijk? Wat Boma nu laten zien heeft, dat kan toch iedereen? Dat is toch zeker, maar elke bal die heeft tegengaan, dat is puur geluk. Zo kan ik het ook, hè. Maar de kampioenen staan wel voor, hè. Nog nooit gebeurd, hè. Ja. Hela, Blondie. Je hebt ons gewoon bij gedacht. Wat een kramer, zie. Zo kan ik het ook. Ja? Ja, ja, daar heb je geen talent voor nodig, hè. Oh. Wel, kapotje, wat denk je? Ik ben van een keeper, ken ik, hè. Hé, hey, dat wordt 3 maanden voor u geen vlees, hè, kameraad. Ja, de match is nog niet gedaan, hè. We staan wel voor. Maar niet voor lang meer. Ja, meneer, laat ze alsjeblieft. Hey, kom aan, Mark, hou die toch tegen. Sorry, Paul, ik heb niet veel tijd, hè. Balthazar, verdomme, in uw kont! Paul, het zal wel gaan, hè, zeg. Mia! Insas! Nee, nee, nee. Het is nog geen tijd, want ik moet gaan werken. Ah, ja. Hey, 13-12. Groot jas met uw kleintje. Nu lacht je niet meer, hè? Hé, hey, het wordt een dure maanden, ik op, want je hebt het gezien, hè? Balthazar Boma is in vorm, hè? Ajaar de champions. Ajaar de champions. Ajaar de champions. Hé, hey, hey, ik vind het spijtig hè, dat mijn goede vriend Chamari mij niet bezig gezien heeft. Ik heb helemaal faf zijn stijl zo, hè? Vind je niet? Ja, nee, voorzitter, je hebt veel geluk gehad, dat is alles. Ja, ja. Je hebt veel geluk gehad, hè, papalletje, want dankzij mij heb je gewonnen, hè. Die laatste bal zou Xavier nooit hebben kunnen pakken. Dat is, nee, dat is waar. Ja, Xavier, jij struikelt niet meer over uw eigen voeten, hè. Dat van mij, dat was de pure klasse, Steef, jongen. Zeg, Xavier is nu genoeg. Sorry, Kaat. Kaat? Dat is het hondensalon. Zafzond, berichtjes, hè. Volgende week, ja. Volgende week gaan wij je weer mooi maken in mijn boerlijke de jazine. Wat is dat voor een nozel dingen? Het is precies een jukebox. Ja. Zeg, zijn jaloers, meneer Boma. Van zo'n nozel dingen? Ja, maar dat is wel het allernieuwste model, hè. En al mijn correspondenties hebben een verschillend muziekje. Ja. Ja, Pascal, voor u heb ik café zonder bier. En voor mij? Voor u. Het is moeilijk bescheiden. Carmen, en voor mij? Nog niks. Nee, ik heb nog niks gevonden voor nonnetjes. Oh. Zeg, en wat is uw muziekje, Carmen? Ah, dat is niet moeilijk, hè. Met de wijven niks als last. Met de wijven niks als last. Met de wijven niks als last. Zeg, we zijn weg. Ah ja. Hela, waar gaat je naartoe? Frietenbakken, ma. Het is niet waar, hè. Bea? Oh, ma, het is maar voor één keer, hè. Ik ga Carmen helpen in de frituur. Hela, het is wel madame, hè. In dienstverband is het madame Carmen. Ja, natuurlijk. Madame Carmen. Nee. Xavier, het is gelukt, maar je mag nu wel stoppen met comedie spelen, hè. Ja. Doe nu maar weer gewoon, hè, Xavier. Oeh, ja. Hadden jullie dat door? Ik had dat toch direct gezien, zeker. Xavier, ja, dat meent je niet, hè. Dan had jij geen lipbago. Ja, voorzitter, het was dat of terug in de frituur gaan staan. Oh, en ik had nog zo'n compassie met u. Ja.
Allee, bedankt allemaal, hè. En jij zeker, voorzitter. Ah. Maar wees gerust, volgende week sta ik terug in de goal. Ah, wel, je zult mij missen, want je hebt gewonnen dankzij mij. No, met veel chance, hè. Ja. Ja, ze kom, geef nu toe. Beter dan Xavier zet je nu toch ook niet. En je zegt zelf altijd dat er geen slechtere keeper bestaat dan Xavier. Ja, 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 maar dat was voordat ik u had bezig gezien. Maar wel, als het zo zit, hè, dan sta ik zondag weer in de rol. Dan zal ik bewijzen dat het geen chance is. Ja, maar en ik dan? Ja, voorzitter, dat meent je niet, hè? Ja, zeker dat, hè. Hey, ik stel met de diensten van de ploeg, voilà. De kampioen, dat ben ik. Nee, zeg, ik wil spelen. Want anders kan ik terug in de frituur gaan staan. Nee, Xavier, de beste zal spelen. Ja, en volgens mij is dat Xavier. Ah, Paul, je hebt pellen in die wogen zeker. Ik ben de beste en ik zal het bewijzen. Ja, en hoe gaat je dat dan doen, meneer Boma? Hoe dat gaat doen? Een wedstrijd hier tussen Xavier en u. Hè? Ah, ja. En wie dan de meeste ballen binnenlaat, wel, die verliest. Ah, ja. Oké, okay, voorzitter. Oh, dat kan. De bal stopt elke bal. Ja. Ja. De frieten worden gebakken in 180 graden. Bon? Ja, en de eerste keer in 150 graden. Hoe de eerste keer? Ja, nu moet je niet moeilijk doen, hè. Je moet gewoon zien dat ze niet te bruin worden. En niet te vet. Hoe gaat het dat doen? Ze worden toch in vet gebakken? Dat is toch simpel? Bakjes gebruiken van absorberend karton, de frieten opgooien, in heet vet bakken en geen te grote porties bakken. Natuurlijk, dat ging ik juist zeggen. Hè. En weet jij wanneer uw vet heet genoeg is? Ja. Ik zal u eens een trucje leren. Je spuwt erin. Lekker. En als het brommelt, dan is uw vet heet genoeg. Een wijze raad van tante Carmen. Maar nee, Carmen, dat mag toch niet? Als de voedingsinspectie dat ziet... Zeg, bedweter, hoe zou jij dat dan wel doen? Allee. Gewoon naar dat thermometertje kijken. Wees los. Daar zit uw eerste klanten. Allee, laat maar eens zien wat je kunt. Goedendag. Ik zou graag een groot hebben met tartaar en een vleeskroketje. En een minieke met mayonaise en een lokworst. Komt eraan. Zie, lokworst. Ja. Wilt jij meegaan met dat klein meisje? Oh ja, natuurlijk. Ik vind dat kei tof. Ja, en dan laten we ons lekker oppeuzelen. Oh ja, want ik ben heel lekker. Ik ben de lekkerste lokworst van de hele wereld. Yeah. Markske, wat zit je eigenlijk aan toe? Dat is hier geen poppenkast, hè? Allee, vooruit. En wat zal het voor jullie zijn? Niets, ik wil door Dine zotte meneer bediend worden. Ik heb nog speciaal balkjes in tomatensaus gemaakt, zijn lievelingsgerecht. Ja, je weet dat het niet van Mark zijn gewoonte is, hè? Ja. Normaal gezien is hij altijd op tijd. Hm. Carmen zal hem weer laten overwerken, zeker? Hm. Ach ja. Het is de laatste keer dat hem in de frituur werkt, hè? Xavier zijn rug is genezen. De miraculeuze genezing. Carmen die kon er niet mee lachen, hè? Ah! Daar zit je, ja. Eindelijk. Hè? Kom aan, jongen, ga zitten voordat uw eten koud wordt. Ja, maar ik heb al frieten gegeten, hè, ma? Ja, maar jongen, ik heb speciaal uw lievelingskosten gemaakt. Ja, ja. Jij zult nog eens veranderen in een friet. Ja. Het is goed dat je niet meer terug naar die frituur moet, hè. Want dat is nu toch geen werk voor een deftige jongen, hè. Ja, maar ik doe dat graag, hè, ma. Ja. Trouwens, Carmen heeft gevraagd of ik niet wil blijven. Mark, nee, hè. Hoe? Zo, ik begrijp dat je dat graag doet. Maar heel ons huis stinkt naar de frieten. En ik ook, hè. En ik ook. Markske, dat is zoals bij mensen die in de vis werken. Die stank, die kruipt in de poriën. Ja, Markske, je verstaat dat toch, hè. Hè? Je verstaat dat nu toch, hè. Bieke, je weet dat ik ongelooflijk graag frieten bak, hè. Maar als jij wilt dat ik ermee stop, dan doe ik dat. Voor u. Oh, dat is goed. Oh, dat is lief. Mark, je bent zo lief. Zou jij het aan Carmen willen vertellen? Kom op, ga weer terug. Hup. Kom op. Kom op, wat is het? Kom op.
Pas op, Xavier. Ja. Dat je niet over uw tong valt. Kom aan. Kom eens wachten, Paul, zeg. Ik kan niet meer, joh. Slavendrijver. Kom aan, Xavier. Beter de korte pijn. De korte pijn heeft al lang genoeg geduurd. Sorry, Xavier, maar ik wil geen boma in mijn ploeg. Hè. Als voorzitter is hij al eerlijk genoeg. Xavier zal plakken. Ja. Hola. Ah, dat hè. Kijk, het zal zijn de laatste keer zijn. Oh. Maar je moet nog wel de wedstrijd winnen, hè, meneer Boma? Dat is toch maar een detail. Talent drijft boven, hè. Amai. Maar dat van u, dat zit nog heel diep, hè, meneer Boma? Jij gelooft precies niet in mij, hè? Nu wel, meneer Boma, maar in uw talent... Wacht eens. Xavier, zit je met de poepers? We zijn gewoon wat aan het trainen. Kan nooit kwaad, hè? Ik heb dat niet nodig, hè, papa. Natuurtalent heeft geen training nodig, hè. Dat zullen we morgen wel zien, voorzitter. Ja, hey, zeg, slechter dan jij. Dat kan moeilijk, hè, waterslagers. Kom op, Paul. Ik zal Xavier een hele keer laten zien hoe dat je een balletje pakt. Ja, voorzitter. Je zult morgen toch een tandje moeten bijsteken. Zeg, hey, we hebben schoon kleren aan. Ik kan niet moeilijk liggen staan duiken, hè. Ja, meneer Boma. Ik zou toch maar aan een paar trainingsjes denken als ik u was. Ja? Ja, maar ik kan dat toch ook moeilijk aan Paul vragen, hè. Oh, maar ik heb daar ook ervaring mee, hè. Met keepers trainen. Oh ja? Ja, voor een schamel ereloontje moet dat wel kunnen. Ja, maar hoe schamel zal dat ereloontje dan wel zijn, hè? Oh. Lasse de strafschop. Ja, oké. Okay. Bon, opgepast, Balthazar, want hier komt hem! Nee, Balthazar. Je moet nog die bal duiken, hè. Jij gaat precies zwemmen. Zonder bal gaat dat niet, hè. Ja, eerste fase zonder bal, hè. Hoe kan ik nu al trainen dan, hè? Ja. Je wou ook niet op het veld gaan oefenen, hè. Ja, en de rest dan zien dat ik bezig ben met... Nee, die moeten dat niet weten. Zijn je daar verlegen voor? Maar nee. Hé, hey, Xavier, mijn technieken afkijken zeker. Van uw techniek heb ik nog niet te veel gezien, hè. Ja, ik heb van u ook nog niet te veel geleerd, ook niet. Oeh. Ja, wanneer gaat jij een keer in gang schieten, hè, voor uw centen? En dat er dan, hè, zeg. Dat er dan, ja. Daarbij, ik kan een lama het niet laten lopen, hè. Kom, duik maar eens, kom. Denk je nu echt dat duiken helpt? Ja, volgens het boek van Jean-Marie is duiken heel belangrijk. Ik ben flipper niet, hè. Kom maar, duik maar eens, kom. Waar gaat je naartoe? Balthazar, ik moet nog werken ook. Hè. Kom, duiken, kom. Nee, dat gaat niet zonder bal. Kom, geef me mijn geld maar terug. Goed. Fase 2 dan. De jokkerie. De jokkerie? Voilà. De jokkerie. Hier. Dat heb ik speciaal voor u ontworpen, hè. Nu kunt je alleen oefenen. Allee, pak eens vast. Hier. Dus, let op, hè. Je schot dan bal weg. En als ze terugkomt, dan duikt je ernaar. Ah ja. Ah, dat is een goed gedacht, ben je daar. Voilà. En denk erop, dus hoe harder dat jij die bal nu wegschot, des te harder komt hem terug. Dat is goed gezien, Fernand. Dat is goed. Allee, kom aan. Oefen u maar een beetje, hè. Ja. Ik zal er hier eens gaan een kroket op geven, zeg. Ja. Ik denk dat uw elastiek een beetje kort wordt. Ah, Mieke, Mark, kom binnen. Ga zitten. Maar ga toch zitten. Ja, Xavier, wij komen in verband met de frituur. Oh, ik heb juist het goede nieuws gehoord, hè, Mark. Zeg, proficiat, Mark, proficiat.
Ah ja, dat is Boma. Ja, wat die frituur betreft... Jij zou Carmen eens moeten horen stoeven over hem, zeg. Die wil mij zelfs niet meer terug, hè? Jij ligt bij haar in de bovenste schuif, joh. Oh, dat was Boma. Zeg, nu heeft die sausissenboer dezelfde gsm gekocht als ik. Dat is toch wel een jaloerse vent, hè. Ja. Bieke, zeg. En, heeft Markske het al verteld? Hij mag blijven, hè. Ja, daar komen wij eigenlijk voor, Carmen. Ja, hij is voor het frietvak geboren. Carmen, wij moeten iets zeggen. Oei, zo triestig. Er is toch niemand dood? Nee, nee. Maar wat mijn werk betreft in de frituur... Ja, wij zijn heel blij dat je zo tevreden bent over Mark. Oh, ja. En daarom mag ik hem ook blijven helpen. Oh, dat hoor ik graag. Oh, en ik dan. Pieke, meent jij dat? Mark, je weet dat ik niet graag heb dat jij in die frituur werkt. Maar als jij dat zo graag doet, dan wel doe het dan maar. Oh. Dat is lief. Bieke, jij bent zo lief. Jij bent zo lief. Maar zou het jij het aan ons ma willen vertellen? Je moet niet te veel moeite doen, hoor. Want tegen mij heb je geen schijn van kans. Pas toch maar op, meneer Boma, want het ziet er een echte prof uit, hè. Mijn gedacht, dat is toch Danny de Tender? Die speelt de eerste prof al snel, hè. En dankzij wie is hij hier, denk je? Ja. Hé, kapijn. Mannen, kom aan, we gaan eraan beginnen, hè. Je weet... Wie de meeste ballen binnenlaat, is verloren, hè? Ja. Allee, mannen. Waar is het fluitje? Hier. Xavier, jij begint. Okay. Ja, nee, Xavier. Ik zag je. Ja! 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 Zoeken door de best, dus, hè. Ja! Kom aan, hè. Ja! Die had ik kunnen hebben. Kom aan, Xavier. Xavier. Ja! 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 Allee, Xavier, kom. Uit die goal. Dat is een keer gaan tonen dat het moet. Hallo, bij Balthasar Boma. Bidou, het is nu de moment hier. Ik ga straks doen. Ja, wat ga ik er bij de GMZ bij? Maar ik weet niet hoe dat nou marcheert. Iets van Carmen, jij hebt er meer verstand van dan ik. Kom maar. Kom maar, hè. Kom maar, hè. Concentratie, hè. Ja! Oké, oké. Ja! Je bent alleen naar binnen, Xavierke. Heb je dat gezien? Dat is klasse, kameraad. Dat is klasse. Ja, dus dames en heren. Aangezien Balthasar Boma geen enkele bal heeft binnengelaten... Hij heeft er maar één gemaakt in mijn Xavier 2. En aangezien het reglement zegt dat wie de minste ballen binnenlaat, wint... Ja, ben ik dus genoodzaakt om Balthasar Boma uit te roepen tot de officiële winnaar. Ja!
Toch twee goede saves, Xavier. Allee, kom, hè. Pascal, hè. Kom. De nieuwe keeper geeft er nog een. Ja, bravo. Geeft er nog een geval. Voilà, voilà, voilà. Pascal, voor mij niet, hè. We gaan vroeg weg, zeker. Ik moet ook niks meer hebben, hè, Pascal. Xavier, de dagschotel. Carmen de Porto. Nee, dank u. Wij zijn ook weg. Is Sjoeke, kom. Ja, het smaakt mij toch eigenlijk niet. Bon, ik ga eens kijken hoe het met Mark is. Het is hier toch niet meer plezant. Zeg, mannetjes, je gaat me hier toch niet alleen laten met die stoefer, hè? Ja, Pascal geeft mij nog maar een vjeuken, hè. En twee zelfs als het nodig is, hè. Hier, dat muziekje, dat ken ik niet. Oh, een berichtje. Oh, de bedrieger. Zeg, madame Carmen, ik heb niks misdaan. Zeg, trouwens, ik ken daar niks van. Nee, de andere bedrieger, Boma. Carmen, het zal gaan zeker? Ja, zeker. Nee, het zal niet gaan. Hoe durft jij mijn ventje zo te bedriegen? Jij valsaard. Carmen, waar heb je het nu over? Maar hier lezen. Wanneer krijg ik mijn centen? DDT. Hè? Danny de Tender. Ja, zeg. Hij heeft die voetballer omgekocht. Ja, waarom stuurt hij dan een sms naar u? Ja, waarom zou hij dat doen? Allee, kom. Dat is toch ridicule. Oh ja? Ja? Hier, zeg. Omdat dat mijn gsm is. Dat is de mijne. Dat is die van u. Oh. Balthazar, zei jij niet beschaamd? Ja, voorzitter, hoe durft je? Was maar goed te lachen, hè. Ja, ik vind dat niet plezant, hè, voorzitter. Maar gelijk, zou ik nu keeper willen worden? Allee, wat zouden FC de kampioenen nu zijn zonder Xavier Waterslagen? Ja, allee, kom maar, toe deze er. Allee, de hele avond op mijn kosten. Ah, voilà. Een hele week. Ja, allee. Ja, maar zeg, wat moet ik dan doen? Ik weet het. 3 maanden niet naar de pussycat. Dat is een gedacht, zie. Ja, een gedacht. En die week gratis drinken blijft ook, hè, voorzitter? Ja, ja. Het is te nemen of te laten. Want het is dan ook heel lelijk wat jij gedaan hebt, hè? Ja. Heel lelijk. Ja, à la bonne heure. Kom, hè. 3 maanden geen pussycat, hè. Beloofd. Ja. Allee, Pascal, ik kom, joh. Ja. Pascal, geef mij maar ineens 2 dagschotels, want ik sta achter. Ja. Ah, zeg, Carmen, heb je nu al een muziekje voor mij gevonden? Ah, ja, hier, ze. Ah, Serge Rie! Ja. Ah, Dominique, 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 Dominique.